Het Afro-Surinaamse comité Boni heeft vandaag een petitie ingediend bij de Chinese ambassade. Hiermee wil de organisatie medeleven tonen aan Afrikanen die in verband met het coronavirus worden gediscrimineerd in China. In de afgelopen dagen zijn met name Afrikaanse studenten in het land uit hun huis gezet of ze moesten verplicht testen. De Afrikanen worden gezien als de bron van een tweede golf besmettingen met COVID-19. Op sociale media zijn meerdere video's viraal gegaan waar te zien is hoe zwarte mensen worden mishandeld door de Chinezen. Peter Richelieu, voorzitter van comité Boni, betreurt dit gebeuren en zegt dat zijn organisatie dit gedrag niet accepteert. Ze vinden het daarom nodig om via de Chinese ambassade een duidelijk signaal te geven aan de wereld. Boni accepteert de sanctie, want wij zijn een vredelievende volk en we moeten oren zo gaan als ranar. Maar de situatie zou we zien, naar Oesrij veel bezorgd. En daardoor utaki nei una acceptera toridisi. Me gron tapusi, wi sanjaso, wani kia asignal abra, dat ala den brada fusun sa ni gron tapukan si dati, wi na wang blaka buba, wi fort orders moto na Afrika. Romeo Kotzebue van het comité zegt dat deze handelingen hem doen denken aan de slavernij. Hij benadrukt dat discriminatie nergens in de wereld geaccepteerd moet worden. Nou, dan kan Libi in sommige moeiten bij een koning vaarlijk dat we alles aan zijn niet. Dat we zien in China bijvoorbeeld, dat nou een prins noemt, wat dat voor die een soort epidemie. Dat een blanke man, de mij kent de man goed die om de blanke dan een man, de man doet alles aan de man. Dus, het is me kraken aan denk ik die. Het is een signaal dat denk ik boem, alles maar naar Libis, alles maar afgrani. En in de kan, die was maar sani, die was maar doen noti, aan de noti, aan de siki, in de sabi, je zegt nou, amas en nog konja. En alle man, nu wist naar een kap en wakap sa. Dat is alles aan dat. Dus dat in zijn naam, wil ik mooi, fiti makandra, umana tanso. Maar umana, alles maar moest kiezen grani. In een Tokotokos ma fesi fu soso fu noti san fu di asma dele fade. Romeo Kotzebue van het Afro-Surinaamse comité Boni vandaag bij de indiening van een petitie bij de Chinese ambassade. De organisatie wil met de brief medeleven tonen aan Afrikanen die in verband met het coronavirus worden gediscrimineerd in China.